Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag de vierde Vlogmas en het is vandaag 5 december, Sinterklaas. Dus als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Nou, ik ben al op werk. Het is nu 7:30 en wij hebben vandaag Sinterklaas op school. Dus we hebben les tot 12 uur, dus om 12 uur ben ik klaar en ik heb echt er heel veel zin in. De kinderen konden gisteren al een surprise brengen. En we gaan ze vandaag dus lekker allemaal openmaken. Dus super leuk. Het wordt helemaal een gezellige dag. Ik zal het ook eventjes laten zien. Nou, hier liggen dus al wat surprises. Kijk, daar staat echt een hele grote. En ik dacht, het is wel gezellig om in een kring te zitten. En dan leggen we de surprise gewoon daarop, dacht ik. En dan gaan we dobbelen. Ik doe het gewoon altijd een klein beetje simpel. En dan kunnen ze de surprise openmaken. En dat is eigenlijk. En ik ga dus proberen alle surprises te filmen. Want ik dacht, dat vinden jullie vast wel heel erg leuk. Gisteren is er dus ook een juffenweek. Nee, een juffenweekvlog. Een juffenvlog met online gekomen. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En als jullie het nou leuk vinden om nog specifieke dingen te zien in de klas. Wat ik dus doe in groep 8. Moet je het vooral even laten weten. Want nu komt het natuurlijk gelijk de volgende dag online. Dus als jullie dingen hebben, dan kan ik dat gelijk de volgende dag laten zien als ik eraan denk. Maar eerst moet ik eventjes het bord in orde maken. Er hoeft niet heel veel op, maar ik dacht gewoon even Sinterklaas kaartje en dan klaar. Dus het bord ga ik nu eerst eventjes doen. Zoals jullie misschien wel weten, gebruik ik dus altijd Ginzy voor alles, voor de dagopening, voor het rooster op het bord, omdat ik dat gewoon super fijn vind. En ik ga er nu eventjes eentje willen doen. Ja, ga ik er nu even eentje doen voor Sinterklaas. Dus dan typ ik hier gewoon in Sinterklaas. En dan kijk ik even wat ze allemaal hebben. Een quiz, galgjes, afspeellijst, welkom, dilemma's. Haardvuur surprises uitpakken. Nou, deze kunnen we dus zeker gebruiken. Maar eerst even de welkomstpagina. Welke vinden we leuk? Deze vind ik wel leuk. Deze ga ik doen. Ga ik even de tekst veranderen. Nou, dit doe ik dan voor als ze binnenkomen. Want ze mogen dus zelf kiezen waar ze gaan zitten. En nu ga ik even de Sinterklaasliedjes toevoegen. En nog eventjes kijken voor de surprises. Nou, ze hebben drie echt hele leuke spellen. Maar ik zit natuurlijk bij een groep 8. Dus ik moet een beetje rekening houden met de leeftijd. Dus ik doe gewoon deze en dan kunnen ze aan het rad draaien. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dus deze ga ik doen. Alle surprises zijn uitgepakt. Dat hebben we echt super snel gedaan. En we gaan over 5 minuutjes ongeveer naar buiten. Kunnen we eventjes gek doen. Maar ik denk dat iedereen ook wel een beetje benieuwd is door wie zijn surprise is gemaakt. Ja. Dus denk er even over na. Dan ga ik het rijtje langs. Dus bijvoorbeeld, ik zeg, door wie denk jij dat je surprise is gemaakt? Wat denk je? Door wie is die gemaakt? Van wie is die? Ja, klopt dat? Nou, de Piet is net in de klas geweest en het echt ligt helemaal vol met pepernoten. Dus dat gaan we zo lekker opruimen. En we hebben dus ook een klassencadeau gekregen, namelijk hockeysticks en een voetbal. Heel leuk. Goed, je zorgt ervoor dat je surprise blijft nu gewoon op tafel liggen. We gaan nu de Sint buiten uitzwaaien, maar je zorgt ervoor dat alle spulletjes in je surprise zitten. Dan straks, als we de Sint hebben uitgezwaaid om 12 uur, mag je naar boven lopen. Neem je surprise mee naar huis. Met daarbij alles wat erbij hoort. Je zet ook je stoel op tafel.
opruimen. Gaan we nu met de jas aan naar buiten. Nou, de kinderen zijn naar huis. Ze zijn nu nog een beetje aan het opruimen in de klas. Want de pepernoten, dat was echt niet normaal. De kruidnoten. En ik ga zo naar het nieuwe huis. Want het bed is dus geleverd. Als het goed is, heeft mijn vriend wat gefilmd. Dus dan zou ik dat er even in plakken, hoop ik. En ook de eettafel zou bezorgd worden. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ik ga zo even naar het nieuwe huis. En dan even kijken naar de spullen. Ik moet even filmen voor de vlog. Ik doe vlogmas, hè? Hebben jullie dat gezien dan? Ja, elke dag een video. Wat onderweg eten. Oké. Nou, ik ben klaar met werk. En ik ben nu bij het nieuwe huis. Ik wacht eventjes op de lift. En de boyfriend is er ook. Is het bed mooi? Heb je iets gefilmd? Ik denk het wel. Ja? Ga je dit even openmaken? Ja. Het is hartstikke mooi. Wat zit je nou weer te zeggen? Moet ik hem openmaken? Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ruikt het hier lekker? Hij is hartstikke mooi. Hij is heel mooi. Vind je hem niet mooi? Hm? Vind je hem niet mooi? Nou, ze wees eens eerlijk. Nou, dan is het dus even mooi. Hij is toch verkocht. Heel mooi. Wat hadden ze nou gezegd over die topper? Nou, niks. Ik had gebeld. Zij, Ja, ze hadden dus de verkeerde topper bezorgd. Ze hadden 70 euro verzendkosten. Okay, 75 euro. En dan verzorgen ze de verkeerde topper. Toen moesten we hem ook nog eens zelf gaan ophalen. Maar wel echt lief dat je dat gelijk hebt gedaan. Zo, ik vind hem echt heel mooi, het bed. Ja? Ja, vind jij hem niet mooi? Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. En die verwarming is mooi, hè? Ja. Het valt nog mee. Er zitten niet echt heel erg vlekken. Je ziet het wel een beetje. Echt heel mooi het bed. Echt heel mooi. Ik ben er heel blij mee. En we hebben dus nog zo'n ouderwets ding. Als je hier aan trekt, dat de lamp aangaat. Dus we hoeven nooit meer het bed uit. Oh, en heb je ook de eetkamerstoelen? Oh, heel mooi. Wauw. Die vind ik echt heel mooi. Vind jij ze ook mooi? TV-meubel en het kleed. TV-meubel is van de Leen Bakker. En daar is het kleed. Oh, ik kan echt niet wachten om dit neer te zetten. Oké, nou, we zijn dus net bij het huis geweest. Het bed is er dus. De eettafel wordt vandaag niet bezorgd. Het was echt heel slecht geregeld. En ze belden vanochtend, ja, het kan toch niet doorgaan. Ik had donderdag besteld en ze zeggen voor 10 uur besteld is morgen in huis. Nou, het is vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Dus het is uiteindelijk echt veel later geworden. Niet leuk. Maar waar was je dat bedrijf nou trouwens? Weet ik niet. Best ver weg volgens mij. Oh, dus we kunnen dat niet. Als we kunnen het ook niet ophalen. We kunnen het ook niet ophalen. Nee. Nou ja, dus dat was een beetje jammer. Maar mijn vader is morgen vrij. Dus hij wacht morgen op de eettafel. Oké, ja. Maar we gaan dus nu proberen. Of, nou. Ja, hoe zeg je dat? We gaan proberen of de bus aangaat, zodat we de spullen kunnen verhuizen. Want we willen eigenlijk nu alle spullen gelijk verhuizen. Als dat lukt. Oké, we hebben de eerste... Ja, ik heb tape en ik heb vuilniszakken. Oké, we hebben de eerste doos hier neergezet. Het is echt mega veel, maar we hebben het gewoon hier neergezet. En we gaan het later pas allemaal uitpakken. En we gaan nu eventjes weer naar huis toe. Ander huis. Nou, wij hebben echt de meest chaotische dag ooit. We hebben vandaag dus de helft van de spullen gewoon random verhuisd. Dat staat dus nu hier. In het nieuwe huis. Want we willen... Ja, en dit is dus echt een ravage. Want we willen dus vanavond in het nieuwe bed slapen. Vraag ons niet waarom, maar daar hadden we gewoon mega veel zin in. Dus het bed moet ik nog eventjes opmaken. Maar we gaan dus nu eerst naar mijn moeders huis. Want we gaan namelijk dobbelen met het gezin. Dus de dobbelcadeautjes hebben we mee en dan gaan we dobbelen. Dus het is allemaal een beetje te veel. Maar ja, wel super gezellig. Maar ik ben blij als ik vanavond lekker gewoon in mijn bedje lig. Dus ik heb nu gewoon even andere broek aangedaan. Even mijn uks eronder en dan gaan we naar mijn moeders huis. Ja, even die tafel een stukje verschuiven. Ja, even optillen. Met of zonder praten gedaan? Zonder praten.
elkaar. Nee? Wauw! Ja. Heerlijk vuurtje. Okay. Dit wil ik ook echt laten zien. Minder pakjes dan anders. Ja, het zijn echt minder pakjes. Oké, wij zijn weer thuis. En ja, we hebben dus echt best wel veel leuke dobbelcadeautjes. Maar ik zal het morgen eventjes laten zien. Of zal ik het nu even laten zien? Ik doe het nu wel even. Dit moet toch gelijk daarheen. Even kijken wat we hebben. Nou, dit is voor in mijn auto. We hebben een Game Boy gewonnen. We hebben deze gewonnen. Doe jij die gelijk in je tas? Als je wil. We hebben vuurwerk. We hebben een chocoladeletter. We hebben gezichtsmaskertjes met een panda. We hebben ijsvormpjes. We hebben leuke servetjes voor met kerst. We hebben sokken. Oud en nieuw sokken. En nog een chocoladeletter. We hebben de sokken van de McDonald's. We hebben deze hele lekkere kaars. Even kijken wat we nog meer hebben. We hebben van die rollers. Dat is ook altijd fijn. We hebben echt best wel veel. Oh, dan hebben we nog een scrub. Even kijken. Oh, we hebben nog een scheergel. We hebben nog een bubblebox. En volgens mij was dat het wel. Dit is wat we in ieder geval allemaal hebben. Oh, en sokken. Dus dat is ook heel handig. Vraag me niet hoe ik hier nog kracht voor heb. Maar ik ga nog het bed opmaken. Want anders kunnen we hier niet slapen. Dus dat gaan we nog eventjes doen. We hebben een nieuwe deken gekocht. Nou, dit is het bed. Het enige wat alleen echt heel raar is, en daar stoort me dan ook weer aan. Die onderkant is echt mega lang. Maar daar ga ik morgen naar kijken. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog en dan zie ik jullie morgen. Doei doei!